Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie-Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Zhang vertelt over de activiteiten in verband met Chinees Nieuwjaar. Hoe werkt de spoedeisende hulp van het AZP? Werkzaamheden Zwartenovenbrugstraat weer opgepakt en Supernatural Encounter Suriname in de maand februari. Op zaterdag 25 januari wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. In ons land wordt dat groots gevierd. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft in samenwerking met een aantal organisaties gemeend deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Minister Stephen Zhang richt de focus op de activiteiten rond deze bijzondere dag. Zoals u waarschijnlijk wel weet, jaarlijks wordt Chinees Nieuwjaar gevierd bij de Kamer van Koophandel door de Chinese verenigingen in samenwerking met de Chinese ambassadeur. Na het staatsbezoek van de president hebben we de contacten onderhouden met China, met Hangzhou met name. En daar hebben ze toegezegd dat er een acrobatenshow gaat komen naar Suriname. We zijn bezig met een project waarbij we bestaande evenementen in Suriname die een bepaalde potentie hebben om uit te groeien tot een groot evenement, die willen we ondersteunen om ze op een hoger niveau te brengen. En in het kader daarvan is voor dit jaar is het eerste evenement is het Chinees Nieuwjaar. Er zijn een aantal ideeën gekomen en een van de ideeën zijn dat wij een vuurwerkshow gaan houden op de Weidenbosbrug. Dat is nooit gedaan. De Weidenbosbrug is een landmark voor Suriname, is een toeristische landmark ook. En dat zijn dingen die we allemaal willen meenemen om toerisme mee te promoten. Toen zijn we in gesprekken geweest met de veiligheidsdiensten, met de politie, de brandweer, DNV, met MAS, om te zien wat haalbaar is. Is het mogelijk om vuurwerk af te schieten op de brug? Er is gekeken naar de veiligheid, maar zoals ik zeg, we hebben gevraagd toen ook aan de Chinese verenigingen. Kunnen jullie dat evenement niet brengen naar het Onafhankelijkheidsplein? Want dan zijn de mensen er al en ze kunnen vanuit het plein, vanuit de waterkant, kunnen ze de vuurwerkshow zien. Dus het zou een heel goed moment zijn om beide evenementen aan elkaar te koppelen om er iets groters van te maken. En de gesprekken zijn goed en is zeer enthousiast. Toen hebben we gezegd, oké, laten we dan kijken of het haalbaar is, financieel. Toen we de 80% hebben bereikt van de donaties voor vuurwerk, hebben we gezegd, oké, laten we daarmee shooten. En dat is ook gebeurd. We hebben nu amper 10 dagen, iets minder. En de voorbereidingen lopen heel goed. Ik moet eerlijk zeggen, na de persconferentie hebben we heel veel mensen gekregen die hebben gezegd, ja, we willen een bijdrage doen. Het is een heel goed project en dat bevordert toerisme. Met deze beelden die we gaan schieten en we hopen echt op een mega opkomst die dag, waardoor we ook die beelden kunnen maken. Met die beelden willen we dan internationaal gaan shoppen. We kunnen aangeven, kijk, in Suriname wordt Chinees Nieuwjaar zo gevierd. In Suriname wordt Oruyari zo gevierd. En Oruyari, daar zijn we hoog aangeschreven als de landen waar je zou moeten zijn voor New Year's Eve. En dat willen we ook maken voor Chinees Nieuwjaar, dat willen we ook maken voor Pagwa, dat willen we ook maken voor alle andere avondvierdaagse, etc. Nou, de boodschap is dat we het samen moeten doen. Toerisme is niet van de staat, toerisme is niet van één onderneming of één persoon alleen. We gaan het samen moeten doen. Als we de toeristen naar hier willen brengen, zullen we ervoor moeten zorgen dat Suriname schoon en mooi is en blijft.
We zullen ervoor moeten zorgen dat Suriname veilig is. En dat moeten we met z'n allen doen. Je kan zoveel regels en boetes en zo opleggen. Zolang wij dat niet zelf beseffen, dan gaat er niet van komen. Dus mijn oproep is in feite om... hou van uw land. Zorg ervoor dat het mooi is. Het idee van toerisme is dat de toerist hier in Suriname wil blijven. En het moet een land zijn waar mensen zeggen van hier wil ik komen wonen. En als wij daaraan werken, dan is het alleen maar goed voor onszelf en het is alleen maar goed voor Suriname. In de samenleving bestaat er nog onduidelijkheid over de werkwijze op de spoedeisende hulp van het AZP. De grootste klacht die vanuit de samenleving komt is het punt van het zogenaamd lang wachten om geholpen te worden. Latoya Boetius, hoofd Public Relations van het AZP, geeft uitleg over de werkwijze. Mevrouw Latoya, we hebben net gesproken over de werkzaamheden van het AZP. Maar we weten ook dat de spoedeisende hulp ook hier is bij het AZP. Wat moet ik me voorstellen als ik kom bij de spoedeisende hulp? Zoals u het hoort in de naam, hulp waar het met spoed vereist is. Dan denken we aan acute gevallen. Maar we zeggen, laten we het makkelijker maken. Het moet zeer ernstig zijn, heel erg dringend zijn. Ik wens eigenlijk geen voorbeelden te noemen, maar ik kan toch wel het wagen om een voorbeeld te noemen. Als u hartklachten heeft, u voelt ineens zo dat uw hart sneller begint te kloppen, u bent dat niet gewoon, dan kunt u naar de spoedeisende hulp komen. Maar als u gewoon oorpijn heeft, omdat u denkt dat er iets erin is gegaan waarvoor u nog naar de huisarts kunt gaan, dan zeggen we, dan bent u niet op de spoedeisende hulp terecht. Komt u er toch naartoe, gaan we u niet wegsturen. Maar u moet begrijpen dat er urgentiecodes zijn. En dat staat hier zo bij de spoedeisende hulp bekend als het triagesysteem. Wanneer we zeggen u komt in een triagesysteem, dat betekent dat wanneer u u aanmeldt met wat dan ook, gaat u allereerst de drempelkosten betalen als u binnenkomt. Ongeacht uw verzekering betaalt u de drempelkosten. Wanneer u de drempelkosten heeft betaald, gaan de dames bij de balie u aangeven dat u even plaats moet nemen. Maakt niet uit hoe u er op dat moment uitziet. Ze gaan u vragen om plaats te nemen. Wanneer het eenmaal is geregistreerd door die dames bij de balie, dan komt de triageverpleegkundige bij u. Wat moet u zich voorstellen als u hoort triageverpleegkundige? Het is iemand die speciaal getraind is om dus de zaken die wij noemen in de urgentiecodes, wanneer het heel erg dringend is of minder dringend is, we moeten levensreddend optreden of we kunnen nog gewoon de persoon verwijzen naar de huisarts, dan moeten we dat aan kunnen geven. En dat kan een gewone verpleegkundige niet, je moet daar speciaal voor getraind worden. En dat is dus ook gebeurd, een heel team van verpleegkundigen is speciaal daarvoor getraind. Wanneer u naar de triageverpleegkundige gaat, gaat die dus de basiszaken vaststellen. Denk aan uw bloeddruk meten, denk aan uw enkele vragen stellen, heeft u allergieën en aan dat soort van dingen. De basisinformatie die de arts nodig heeft om dus verder te gaan met de behandeling. Veel mensen hebben geen begrip voor dit proces, omdat als ze binnenkomen ze graag gelijk geholpen willen worden. U moet begrijpen dat ik het zo extreem als mogelijk uit moet leggen. Dat als u hier zo komt met een geval waarvan we zeggen het is niet levensreddend, het is geen code 1, dan gaan ze u in een andere code zetten. Als u komt en er komt bijvoorbeeld, u komt om 10 uur 's morgens hier, u heeft oorpijn, dan wordt u ontvangen, u gaat gevraagd worden op de bank te zitten. U wordt daarna gewoon door de triageverpleegkundige naar binnen gehaald. En als die de zaken heeft vastgelegd en die nu doorheeft dat het geen levensreddende handeling is, dan gaan ze nu kijken naar de andere mensen waar er wel levensreddende handelingen gepleegd moeten worden. Maar stel dat u daar zit vanaf 10 uur en u zit daar nog om 11 uur of 11:30. Als iemand om 11:30 binnenkomt met een peuter of met een baby, gaat u begrijpen dat die persoon voor u geholpen gaat worden. Die baby of die peuter kan niet zoals u uitleggen wat u voelt of ervaart. Dus daar moeten we gelijk optreden.
Sommige mensen hebben daar geen begrip voor, omdat ze zeggen, ik zit al lang hier zo en nu wordt iemand voor me geholpen. We vragen u begrip en we zeggen niet eens dat het gewoon zomaar een proces is. U moet u voorstellen, als die triageverpleegkundigen er niet waren en we hadden stellers, ik noem maar een voorbeeld, we hadden 5 artsen die daar zo dus alle mensen die hier binnenkomen zouden moeten opvangen. Dan zou u niet gewoon wachten van 10 uur tot 12 uur voordat u geholpen werd door de arts. Maar u zou misschien de hele dag hier doorbrengen. Maar omdat die triageverpleegkundige er is, die heeft de basiszaken vastgesteld, kan de arts sneller inkomen en kunnen meerdere mensen geholpen worden in een bepaald uur volgens die urgentiecodes. Als u binnenkomt op de SEA, gaat u het ook daar zien staan. Wanneer u bent geholpen door die dames bij de balie, kunt u ook wel vragen welke urgentiecode heeft u. Aan de hand van die urgentiecode staat er ook wel geschreven hoe lang u ongeveer gaat moeten wachten. Want als we code 1 kennen, iemand met hartklachten of iemand met maagklachten, waarbij je ziet dat het zodanig is, dan gaan we gelijk op moeten treden. Wat er ook wel gebeurt is dat als mensen hier zo meestal in de wachtzaal zitten, en ze wachten vanwege hun urgentiecode, zien ze dat er iemand binnenkomt en die persoon schreeuwt. Ah! De doktoren, de artsen, die triageverpleegkundigen, die zijn niet als u en ik dat ze op emotionele impulsen reageren. Uw pijngrens is misschien hoger dan de mijne, maar als ik schreeuw ga ik nog niet dood. Als u schreeuwt, dan bent u eigenlijk al dood. Dus vandaar dat er dus dat triageproces komt. Omdat we niet gewoon kunnen kijken, die persoon schreeuwt harder, dus we moeten die persoon eerst helpen. We kijken aan de hand van waarmee u binnenkomt het geval, hoe dringend is het en hoe snel moet u geholpen worden. Zodat we ervoor zorgen dat u levend van hier vertrekt. Nu zijn er huisartsenposten, ze worden met een kort woord genoemd HAP. Met het binnenkomen van 2 HAP-posten, is het minder druk geworden op SEH? Nee, het is nog steeds niet minder druk geworden op SEH. Als je gewoon door de huisarts geholpen kan worden, hoef je niet hier te komen zitten om hier langer te wachten. Zoals ik het net aangaf aan de hand van die urgentiecodes. Het is niet minder druk hier geworden. Er zijn nog mensen een beetje pijn in hun bakkanikkie, weet je, spanning van hoge bloeddruk. Dan komen ze al hier. Terwijl u dan gebruik zou kunnen maken van die huisartsenposten van SZF. Maar ook het AZP hier heeft ook een huisartsenpost aan de voorzijde. Als u via de hoofdingang binnenkomt, dan is dat het eerste gebouw aan de rechterzijde. Dat is het Medisch Diagnostisch Behandelcentrum. Daarbinnen hebben we ook onze huisartsenpost. En daar kunt u ook terecht voordat u dus naar de spoedeisende hulp komt. Als u geen spoedeisend karakter, een ziekte of een behandeling nodig heeft dat een spoedeisend karakter heeft. De werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat zijn sinds kort weer opgepakt. Momenteel wordt er gewerkt aan het weggedeelte tussen de Prinsen- en de Dr. Sophie Redmondstraat. Het team van Focus was ter plekke voor een update. We zijn vorige week gestart aan het laatste deel van de bestekswerken wat het riool betreft aan de Zwartehovenbrugstraat. We hebben dus de bestaande asfaltverharding compleet verwijderd om het oude riool uit de weg te halen. We hebben daarvan al een deel kunnen verwisselen de vorige week. We leggen de nieuwe rioolbuizen, de hoofdrioolbuizen. We zijn in de tussentijd ook al begonnen met wat betonwerken aan inspectieputten en koppelputten. En we zijn nu bezig het leggen van de laatste hoofdrioolbuizen vanuit de Redmondstraat richting de Hoge Straat. Wij streven ernaar om voor de regentijd echt inzet het hoofdriool compleet te hebben geïnstalleerd. Inclusief de betonwerken van de inspectieputten en koppelputten. Waarna we de aansluitingen die we moeten plegen vanuit het lateraal systeem op het hoofdriool afronden. En erna streven om rond maart grondwerken te hebben afgerond.
De bedoeling is dan dat we in de periode april volop bezig zullen zijn met asfalteringswerken voor de weg. Maar ook verhardingswerken op de bermen, want er worden ook wel complete nieuwe bermen aangelegd. Het levensduur, het is uitgelezen, berekend voor 20, 25 jaar, maar het hangt ook helemaal af van het gebruik en het onderhoud in de tussenliggende periode van zowel het wegdek als het rioolstelsel, want het een en ander is sowieso aan elkaar gekoppeld. Er is een garantieperiode die aangekoppeld is voor defecten die eventueel optreden, maar de levensduur op zichzelf voor de verharding is tussen de 20 en 30 jaar. Zoals bij de voorgaande secties is dat we de mensen vragen voor de medewerking, dat wij onze werkzaamheden kunnen verrichten. We begrijpen dat het enigszins ongemak met zich meebrengt, dat de aanloop ook naar de winkels enigszins verminderd zal zijn in de periode dat we hier bezig zijn. Maar het profijt zal sowieso zijn wanneer wij de werkzaamheden hebben opgeleverd, want dan is het geheel veel aangenamer voor zowel de voetgangers als de weggebruiker. Mijn oproep naar de weggebruikers is dat zij zich tijdig verwittigen van alternatieve routes. Vooral als dat zou liggen in dit gebied waar wij nu bezig zijn. Maar ook dat zij nabij onze werkfronten enigszins wat geduld betrachten. Want we zijn daar bezig met trucks, machines en het kan wel voorkomen dat we voor wat stagnatie kunnen zorgen. Op 20 februari 2020 zal er een driedaagse conferentie in ons land gehouden worden. Deze conferentie wordt ook wel de Supernatural Encounter Suriname genoemd. Het doel van deze conferentie is om gelovigen toe te rusten op basis van Gods woord. Milton Veldkamp, één van de geestelijke leiders van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin, vertelt meer hierover. Het gaat dus om een conferentie. Mm-hmm. Het wordt ook genoemd de Supernatural Encounter Suriname 2020. Met apostel Guillermo Maldonado vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Ja. En het zal dus een driedaags activiteit zijn. Ja. We beginnen op 20 februari. Mm-hmm. En 21 zullen we dus zijn in de Anthony Nesty Sporthal. Waar hij dus gelovigen zal toerusten. En we eindigen de activiteit op het Onafhankelijkheidsplein. Op zaterdag 22 februari. Met een genezings- of een zoals hij het ook noemt, healing and miracle crusade. Een genezings- en wonderencampagne. Dus dat zal natuurlijk open zijn voor iedere Surinamer, over het hele land natuurlijk. Mm-hmm. En dus het zal dus een driedaagse activiteit zijn met deze gast die we laten halen. Oké, Supernatural Encounter. Ja, een bovennatuurlijke ontmoeting. Waarom die naam? Omdat het gaat om een bovennatuurlijke ontmoeting van God Almachtig, de schepper van hemel en aarde. Mm-hmm. En wij geloven dus, ik gaf het ook eerder aan, dat wij geloven dat zaken eerst geestelijk gebeuren en zich dan manifesteren. Ja. En geloof dat als God geestelijk het land aanraakt, bezoekt, dat wij dus ook de effecten ervan zullen zien. En ik denk dus dat alle goede berichten dat we tot nu toe hebben behoord, waarschijnlijk ook een boost zullen krijgen. Mm-hmm. Maar het begint eerst met het geestelijke. Oké. De spreker, op basis waarvan is de spreker gekozen en misschien kunt u ons meer vertellen over de spreker? We zijn eigenlijk al een paar jaar bezig en dat zeg ik van, we geloven ook in goddelijke timing en ik denk dat nu wel de tijd is, mm-hmm. In dit jaar, om deze man te laten halen. We waren eigenlijk al 3 jaar bezig, mm-hmm. om hem te laten halen. En uiteindelijk heeft hij dus vorig jaar toegezegd en we zijn dus eigenlijk vanaf vorig jaar bezig, ja. om de voorbereidingen te treffen. Omdat hij zijn campagnes heel groot organiseert, mm-hmm. omdat hij zoveel mogelijk mensen ook wil bereiken met datgene dat God aan hem heeft gegeven. Mm-hmm. En een van de sterke zaken die God hem heeft gegeven is de genezingsbediening. Mm-hmm. En we weten all over the world, maar ook in Suriname, dat veel mensen kampen met hun gezondheid en dat soort zaken. Maar dat niet alleen de fysieke gezondheid, ook de geestelijke gezondheid is belangrijk. Ja. Want als je geestelijk niet gezond bent, dan ga je dus ook niet effectief kunnen zijn, mm-hmm. En functioneren. Dus we geloven in die balans van die geestelijke gezondheid en ook de fysieke gezondheid. En een van de dingen, vooral bij de fysieke gezondheid, is dat God door hem bijzondere
creatieve wonderen doet. En wanneer ik praat over creatieve wonderen, dingen die er niet waren, zijn ook komen. Om een voorbeeld te geven, en we hebben het ook laten zien in verschillende van de video promoties, waar bijvoorbeeld hij in een samenkomst, dat waar vrouwen bijvoorbeeld aan borstkanker leden en door operatief moesten verwijderen, dat die dingen gewoon weer aangroeien. Dus dat daarover, laat me zeggen, wanneer ik praat dus over creatieve wonderen, is dat een van de zaken. Goed. U heeft dat gedeelte van meer over de spreker zelf. Waarom die keuze voor hem? De keuze voor hem is vanwege de roeping en de bediening op zijn leven. En daarom zeg ik, het geestelijk effect is belangrijk. En ik denk voor Suriname is dat ook heel belangrijk in de fase waarin we zijn. En God werkt in seizoenen. En ik geloof dat vooral in dit seizoen, laat me zeggen, een nieuw tijdperk moet aanbreken. We kijken naar verschillende zaken natuurlijk om ons heen, die plaatsvinden natuurlijk. Je zou bijna kunnen zeggen, ja, is het toevallig het jaar van de verkiezingen? Ik denk dat goddelijke timing belangrijk is daar. Ik kan niet zeggen ja, ik kan niet zeggen nee, maar God heeft zijn bedoeling en uiteindelijk zullen we dus ook zien wat de bedoeling daarvan is. En op basis van het feit dus dat hij niet alleen dus met het volk bezig is, maar ook met leiders, wereldleiders ook bezig is. Hij is bijvoorbeeld met name ook nauw betrokken met president van Amerika, Donald Trump. En hij is ook een van de mensen dus die ook, laat maar zeggen, geestelijk wereldleiders bijstaat en ook adviseert. En ik geloof dus dat we op dat punt, omdat God, laat maar zeggen, die geestelijke wereld werkt ook met die hiërarchie, dat hij voor een land, laat maar zeggen, een stem kan zijn en ook geestelijk zaken kan worden. U gaat over dat gedeelte van creatieve wonderen. Dat is dus de laatste dag. Maar de eerste twee dagen, is er een speciaal programma dat afgewerkt zal worden? Ja, eigenlijk alle drie dagen zullen dus ook gewijd worden daaraan. Voor de gelovigen zal het ook meer zijn een training, omdat hij gelooft dat niet hij alleen het moet doen, maar dat zoveel mogelijk mensen ook betrokken moeten worden. En hij zal dus hij zal onderwijzen van hoe wij de gifts, de gaven die God mensen geeft, kunnen activeren. En een van de zaken is dus bijvoorbeeld dat hij dus ook onderwijs zal geven en mensen dus ook zal trainen. Omdat op de laatste dag de mensen dus die op de conferentie zijn geweest ook mee gaan helpen wanneer hij dus zal bidden voor de mensen, dat zij ook meehelpen. Want als we een paar duizenden mensen hebben, voor één man zal het onmogelijk zijn om ze allemaal, laat maar zeggen, persoonlijk te bedienen. Vandaar dus dat hij dus zoveel mogelijk gelovigen wil trainen daarin om dus hem ook te assisteren op die dag, die laatste dag. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.